Barry Powell, ja, bij Quickboys zeggen ze, we hebben 6 punten gewonnen vandaag. Hoe denken ze daar bij DVS over? 6 punten verloren of 3 gewonnen? 6. Nou, dat zijn een hele hoop. Nou ja, je snapt waar het vandaan komt, hè? 2 titelkandidaten tegen elkaar. Ja, nou ja, als de eerste wedstrijd is, dan is het wel heel vroeg. Ik denk dat er wel meerdere zijn. Maar ja, het is zonde dat je hier verliest. Je hebt ook wel mogelijkheden gekregen op een gelijkmaker. Maar ja, aan de andere kant had het ook zomaar weer 2-3-0 kunnen zo worden. In hoeverre heeft die slopende bekerwedstrijd van afgelopen week jullie parten gespeeld in deze wedstrijd? Nou, ik bespeurde niet zozeer vermoeidheid volgens mij. En op het eind, volgens mij lukt het ook nog om druk te zetten. Dus ja, ik denk niet zozeer dat het daaraan ligt. Het was alleen lastig om jou in stelling te brengen. Ja, dat was wat lastig. Dat ging eerder wat beter. En ja, eerst geloof ik dat we pas na 35 minuten überhaupt de eerste kans kregen. Dus ja, daar zit nog wel wat verbetering in. Jij begint op de bank. Ben je het daar dan mee eens? Natuurlijk nooit. Welke speler is daar wel mee eens? Wat was de reden? Ja, dat moet je aan de trainer vragen. Wat heeft hij jou gezegd? Niks. Hij geeft gewoon de opstelling. Dus, ja. Ja, daar neemt Barry Powell toch niet genoeg mee. Die moet uitleggen. Die heeft zoveel meegemaakt. Nee, ja. Dan zal hij iemand anders beter vinden, denk ik. Dus ja, dan moet ik zorgen dat ik nog iets vaker het verschil maak. Terwijl je toch de bekerverlosser bent van DVS. En alle ogen zijn op jou gericht. Want op het moment dat jij erin komt, zie je dat Quickboys ook wat defensiever gaat wisselen. Ja, dus, maar ja, helaas was dat net te laat voor ons. Dus ja, dat heeft Quickboys goed gedaan in dit geval. In hoeverre ligt er veel druk bij jou? Want hè, het wordt gesproken, ja, DVS titelkandidaat, die hebben ingekocht. Ja, onder andere Powell. Voel je dat? Nee, als gehaald wordt, ja, zeker de laatste jaren bij de amateurs, wordt er verwacht ja, dat ik doelpunten maak en dat we kampioen worden. Nou, ja, dat is bij Kozakken Boys en IJsmeer volgens allebei gelukt. Ja, hier verwachten ze dat dan automatisch ook. Maar ja, dat is niet erg. Tot slot, rug nummer 38. Wordt dat op 2 mei rug nummer 39? Ja, dat zou maar zo kunnen. Pas je hem aan je leeftijd? Nou, dat weet ik nog niet. Maar ja, er waren geloof ik geen nummers. Alleen nummer 6 was vrij en verder boven de 23. Dus ja, dan kun je net zo goed je leeftijd nemen. Je draagt hem met trots? Zeker.